Ik ben Helene van der Meer en ik ben tassenontwerper. En ik heb Artes gedaan en ik ben afgestudeerd modevormgeving in Arnhem. En dat was in 1990. En kleding maken vind ik ook nog steeds leuk, maar met tassen ben je minder afhankelijk van het lichaam. Dat is, ja, het is een meer op zichzelf staand ding. Ja. Ja, die man die heeft gezegd dat het een beugeltas moest zijn. En wat erin moet passen, dat zijn zijn sportschoenen en zijn sportkleding. Dus dan ga je daarvan uit dit keer. Met het ontwerp en patroon tekenen denk ik toch wel 2 dagen. Dan als ik hem interessant genoeg vind en de verhoudingen goed vind en alles, dan moet hij nog weer voorbereid worden voor om een messen van te laten maken, stansmessen, waardoor je dan weer in series kan werken. Daarom moet de patroon ook helemaal goed kloppen, tot op de millimeter. Mijn tassen die vallen op door verhoudingen van en daar binnen één model, zeg maar ook door kleur. Het is vooral kleurgebruik en een combinatie van kleuren. Ik probeer mensen ook altijd een beetje uit te dagen om niet de standaard combinaties te verzinnen of voor een tas. Maar gewoon net die andere rits of net die een kleur toe te passen die ze niet verwachten. En dat spreekt mensen ook heel veel aan, gelukkig. En ze zijn simpel. Dit is wel een hele speciale. Nou, dat vond ik leuk. De vorm van de tas is gewoon goed, maar ik vind het dan leuk om met gekke materialen dan weer binnen een tas te werken. Het is ook leer, maar het is heel ruig. Ik denk dat dit een vleeskant is van het leer. Normaal wordt altijd de andere kant gebruikt, maar bij deze niet. Goedemiddag. Kan ik u helpen? Mogen we even kijken? Ja, ik was net even aan het... Ja, kijk, dat bedoel ik. Dat hoor ik de hele dag. Oh ja? De hele week. Ja. Er zijn heel veel... Veel dicht, ja. Ja, ik ben gewoon een doener. En ik wil gewoon altijd graag bezig zijn. En als je dan ook nog iets maakt, ja, wat ik heel leuk vind om dingen te maken. En als je dan ook nog merkt dat mensen het graag willen hebben. Dat is eigenlijk mijn drijfveer. Ik zou het heel fijn vinden als de basis gewoon zou zijn dat er gewoon een aantal modellen zijn die gewoon in productie genomen kunnen worden. Dus die niet meer hier gemaakt worden. En dat ik daarvan kan bestaan en alleen nog maar specials maak hier eigenlijk. Dus dat er genoeg winkels zijn om mijn tassen te verkopen. En dan alleen nog maar leuke dingen doen. Ja, dat weet ik. Ja. Er is nog zoveel wat ik wil doen, inderdaad. Ook schoenen maken en ook misschien wel weer kleding. Maar dat moet dan mogelijk zijn, inderdaad. Als inderdaad die productie gewoon ergens opgestart wordt. En dat ik in Japan ga verkopen. En in Europa. Dus buiten Nederland ook winkels gaan zoeken. Dat de tassen de wereld ingaan. Ja. Overgaan. De wereld overgaan.